Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag zaterdag 3 december 2022. En we beginnen eigenlijk even met Twitter, waar natuurlijk ongeveer een bom ontploft is door Elon Musk. Die heeft allerlei informatie naar buiten gebracht waarin duidelijk te zien is dat de administratie van meneer B heeft geprobeerd de laptop te onderdrukken door Twitter te gebruiken, juist als een middel om ook wat er met de stemmen gebeurde te beïnvloeden. En dat heeft natuurlijk met verraad te maken. Dus er gebeuren nu een heleboel dingen, komt nu een heleboel naar buiten. We kijken gewoon even waar dat naartoe gaat. In mijn eerste kaartlegging, en ik heb in de Engelse video mijn kaarten getrokken, kijk ik eigenlijk naar iets anders dat met Elon Musk te maken heeft, namelijk de Neuralink. En dat gaat over een breinimplantaat. En dan willen ze over 6 maanden beginnen met het testen bij mensen. Ze hebben er al mee getest bij apen. En ze willen dus die graag gebruiken als technologie om mensen bijvoorbeeld te helpen die verlamd zijn op allerlei mogelijke manieren. Waarbij ze dus vanuit de hersenen iets naar een implantaat toevoegen, zodat ze dat kunnen controleren op een bepaalde manier. Of dat je gelinkt wordt aan iets. Dit heeft uiteraard voor mijn gevoel weer met duistere agenda te maken. Dus ik snap ook dat een heleboel mensen zoiets hebben van, ja, waar staat Elon Musk nou? En ik heb hier al vaker naar gekeken. Voor mij voelt hij als een zwarte hoed die meedoet of in ieder geval weinig keus had om de witte hoedenagenda te volgen. Maar de witte hoedenagenda is niet alleen maar dat hij waarheid naar buiten brengt, maar ook dat hij toont wat er al die tijd gebeurt. Het is heel belangrijk voor mensen om te ervaren wat er nu eigenlijk gaande is. Het beste wat je dan kan doen, is het mensen te laten ervaren en te laten zien. Show, don't tell, zeggen ze altijd. Voor boeken en voor films, tv-series. Laat het zien, zodat mensen het kunnen ervaren. Dat is natuurlijk ook met wat wij de laatste 2,5 jaar hebben meegemaakt. Ik heb dit al vaker gezegd. Als jij 4, 5 jaar geleden had gezegd dat dit zou gebeuren, dat we in onze huizen zouden vastkomen te zitten en iets nodig hadden, een pas om een restaurant binnen te komen of een supermarkt binnen te komen in bepaalde landen, dan had iedereen je keihard uitgelachen. En er waren een heleboel mensen die al heel lang wakker zijn, die dit al jaren roepen dat dit zou gebeuren. En die zijn ook afgevoerd en in het vakje knettergek gezet. En nu zijn we natuurlijk 2,5 jaar verder met dit hele gedoe. Mensen lachen daar niet meer om. Mensen zien dus dat dit gewoon kan gebeuren. Dus dit hoort voor mijn gevoel bij het verspreiden van, kijk, dit is er eigenlijk aan de hand. De kaarten die ik kreeg als eerste de duivel, nou dat is heel toepasselijk. Centrale kaart is de page schildknaap van pentakels. In het verleden is de schildknaap of page van staven. Onder de centrale kaart is zwaarde 10. En voor de nabije toekomst hebben we zwaarde 7. En staven 2. Ik heb nog een extra kaart getrokken. Meer ook als, welke kant het nu precies op gaat. En dat was de dwaas. Dus dat was wel heel toepasselijk. Dat is dus eigenlijk de toekomst, nabije toekomst. Uiteraard, dit past ook bij mijn gevoel. Dit is om te laten zien wat het duister nu eigenlijk met ons wil. Namelijk het transhumanisme. Ze willen ons volledig gaan hacken. Ze willen die implantaten kunnen gebruiken om ons te controleren wat we denken, wat we voelen, wat we willen. Dat we een soort robots worden als de Borg in Star Trek. Dat we eigenlijk tot een soort hive gaan behoren. En dat we gewoon helemaal meegaan in wat ons verteld wordt. Dat we volledig controleerbaar zijn. Dat is de echte agenda. En met natuurlijk de steken hebben ze al iets in ons proberen te brengen, wat er ook mee te maken heeft. En natuurlijk niet iedere steek is hetzelfde. Dat heeft ook weer te maken met welke steek je gekregen hebt. De badges, er zaten ook placebo's tussen. Dus dat is moeilijk uit te leggen wie wat gekregen hebt. Maar in een heleboel steken zit dus wel iets waarmee ze je in ieder geval ergens aan kunnen, noem je dat, in kunnen pluggen. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Als eerste willen ze natuurlijk van een heleboel mensen afkomen. En de mensen die dan overblijven, die willen ze volledig gaan controleren. Ik wil even gezegd hebben, technologie is niets mis mee. Het is hoe je het gebruikt, waarvoor je het gebruikt. Die implantaten zouden heel goed kunnen helpen bij mensen met verlamming. Ik wil wel aangeven dat er een heleboel therapieën, alternatieve medicijnen zijn die voor mijn gevoel veel beter zijn in het ondersteunen. Ik heb niet het gevoel dat het echt nodig is dat er iets ingebracht wordt.
Er zijn vele klankentherapie, frequentietherapie, allerlei mogelijke manieren waarmee mensen ondersteund kunnen worden. En uiteindelijk kunnen we onszelf helpen. We hebben daar eigenlijk helemaal geen technologie voor nodig. Wij zijn heel krachtig. Maar in onze weg, in het grote ontwaken naar die kracht die we in ons hebben, is het helemaal niet erg om ondersteund te worden. Maar ik ga dan liever gewoon voor de natuurlijke ondersteuning. En niet wat de duister in allerlei vormen naar buiten heeft gebracht. Dus sowieso heb ik het gevoel dat het helemaal niet nodig is om iets in ons te brengen. Wij hebben de kracht al in onszelf. Maar als er ondersteuning nodig is op wat voor manier, dan zou ik juist voor iets gaan. Klankentherapie, frequentietherapie. Het zijn allemaal technologieën zoals bijvoorbeeld de MedBeds. Die uitgerold gaan worden als uiteraard alle duistere poppetjes ook zijn verdwenen. Dus ik snap ook wel mensen die vragen van wanneer komen die MedBeds. Er gebeuren al wat dingen, maar ik weet niet of dat de echte MedBeds zijn. Voor mijn gevoel wordt dat dan ook echt door het leger uitgerold. En dan het de witte hoeden uiteraard. En niet zozeer als het duister er nog is. Omdat natuurlijk de witte hoeden ook zeker willen weten dat ze het weer niet gaan misbruiken en gebruiken voor andere dingen. Dus in dat geval zijn er gewoon heel veel technologieën die ons kunnen ondersteunen, supplementen. Op een natuurlijke manier, daar ben ik sowieso al voorstander van. Maar we hebben de kracht gewoon om onszelf te genezen. Dat heeft ieder van ons. Wij zijn hele krachtige spirituele wezens. Maar deze Neuralink en nu deze aankondiging van Elon gaat er dus over dat mensen dit zien. Dat mensen dit dat begrijpen. Sorry, ik had beter even iets water bij een glas water even neer moeten zetten, maar... Het gaat erom dat mensen dit zien, dat mensen deze informatie krijgen. En dat zal in fases gaan. Dit is het begin in ieder geval dat mensen begrijpen van, oh, dit is dus mogelijk. Want voor een heleboel mensen is dat transhumanisme gewoon een ver van de bedshow, weet je wel, ver van een bedshow. Zo van, nou, dat gaat toch niet gebeuren. Wat ik net al aangaf, een heleboel mensen dachten 5 jaar ook niet dat we in ons huis opgesloten konden worden. Dat is iets wat ze moeten gaan horen, luisteren, zien. Dit wordt nu ook in de media naar buiten gebracht. Dus mensen komen dit onder ogen. En het gaat er eigenlijk om, dit is een kans dat we hier echt een nee tegen zeggen. Dit is niet de weg die wij willen. Dit is niet hoe wij met onszelf willen omgaan. Niet dat wij ergens aan vastgeplucht worden. Dat hebben we uiteindelijk niet nodig. Uiteindelijk hebben we helemaal geen technologie nodig. Maar als het technologie is, hoort het ten goede van de mensheid te zijn. En niet gebruikt worden om ons te controleren. Heel belangrijk dat we daar nee tegen zeggen. Nou, de komende periode zal er meer en meer over naar buiten komen. Zeker met Zwaarde 7 en staven 2 is het heel belangrijk om juist die mensen die daar nog een beetje apathisch in te staan, om die ook wakker te schudden, om te laten zien wat er echt gaande is. Het duister hoopt nog met een aantal dingen naar buiten, tenminste weg te komen. Dat proberen ze nog een beetje weg te moffelen, maar ik denk dat we ook meer over klonen gaan horen, waar natuurlijk ook al heel lang mee gewerkt wordt. Ik denk dat we daar meer naar buiten gaan krijgen over technologie om je mind over te nemen. Ik denk dat we meer over MK Ultra naar buiten gaan krijgen. Maar dat gaat in etappes. Als je dit in één keer naar buiten zou brengen, zouden mensen het niet geloven. Of ze kunnen het ook helemaal niet opnemen. Dus het moet geleidelijk gaan. Hoewel die geleidelijkheid, ik heb ook het gevoel dat er steeds sneller dingen naar buiten komen hoor. Wat dat betreft hebben we de geleidelijkheid, daar zijn we eigenlijk wel voorbij. Maar dit is heel belangrijk om mensen te laten zien. Dit is dus hun echte agenda. Dit is dus waar ze echt naartoe willen. En dit heeft ook met de steken te maken. Daarmee hebben ze ook dingen in mensen gebracht die gebruikt worden voor bepaalde functies. Op dit moment lees ik het boek Hacking the God Code van Patricia Corey. Ben ik net in begonnen en dat gaat ook over wat ze eigenlijk van plan zijn transhumanisme. En wat er ook in de steken zit. En dat dat ook te maken heeft met die loskoppeling. Zodat ze onze DNA kunnen gaan gebruiken. Zodat ze ons kunnen hacken. Ik ben daar net in begonnen. Dus zodra ik er echt het boek uitgelezen heb. Wil ik daar ook nog een video over maken. Maar het is aan ons om hier nee tegen te zeggen. En een heel ander pad te gaan kiezen. Dus we krijgen steeds meer informatie hierover. Ook voor de mensen die hier niet mee bezig zijn. Het komt nu ook gewoon in de gewone media. En dat is heel belangrijk, zodat we keuzes kunnen maken. Dit willen we niet. Hier willen we vanaf. Dit is absoluut niet wat we voor onze kinderen willen.
ook al die technologische gadgets, dat brengt ons, zeker omdat het Duitsers het gebruikt om ons te controleren, om ons te programmeren, dat brengt ons alleen maar weg van onze connectie met de bron, met God. En het is nu zo belangrijk dat we kiezen voor onszelf, dat we kiezen voor onze intuïtie, voor onze connectie met God, dat we daarvoor gaan staan en dat we ook een hele andere kant op gaan, juist in harmonie met de natuur, in harmonie met onszelf. Dus dit wilde ik even kwijt over de Neuralink. En ik heb ook nog een kaartlegging gedaan over Ye of Kanye West. Ik ken hem nog eigenlijk als Kanye, maar volgens mij noemt hij zich nu Ye. Ik moet zeggen, ik heb een beetje altijd een apart gevoel bij hem. Er komen een heleboel dingen naar buiten waarin hij ook waarheid spreekt. Maar ik heb ook een hele chaotisch gevoel bij hem. Dus ik wilde gewoon eens kijken wat de kaarten daar nu over te zeggen hadden. En als eerste heb ik de 3 van zwaarden. Centrale kaart heb ik de zon. In het verleden pentakel 6. Onder de centrale kaart de koningin van zwaarden. Voor de nabije toekomst heb ik de koningin van pentakels en staven 9. Nu heb ik dus 2 kaarten waarin oude pijn vertegenwoordigd wordt. En ik denk ook dat hij heel veel heeft meegemaakt. Dat hij ook geprogrammeerd is, gebruikt is, misbruikt is. Dat is tenminste mijn gevoel erbij. Er zit ook heel veel duistere energie nog bij hem. Hij is natuurlijk ook geplaatst in bepaalde instellingen. Het is natuurlijk gaande dat, volgens mij die Harley Pasternak, is ook iemand die daar belangrijk is een soort trainer eigenlijk van mensen. Maar waarschijnlijk is hij iets heel anders en die heeft er ook voor gezorgd dat dat eerder gebeurd is. En dat dreigde hij ook mee in bepaalde berichten die hij Ye of Kanye had gestuurd. Dat hij dus alsnog weer een instelling in zou kunnen gaan als hij zijn mond niet zou houden. Dus het is allemaal heel raar en ik denk ook dat hij zelf nog aan het uitzoeken is wat waar voor hem is en wat niet waar voor hem is. Ik denk dat er nog heel veel in hem zit dat hem pijn doet, getraumatiseerd, waar hij ook mee om zal behoren te gaan. Hij heeft daar ook steun voor nodig. Ik zie ook zeker met de koningin van pentakels en met dat hij echt steun nodig heeft om daar doorheen te komen. Want hij schiet alle kanten op. Hij voelt voor mij als een ongelijk projectiel. Dus er komen waarheden vanuit hem naar buiten. Zeker ook over kinderen. Ik denk ook dat hij bezig is met een nieuwe verbinding te maken met zijn eigen innerlijke kind. Maar ook over kinderen, daar houdt hij zich natuurlijk mee bezig. Wat er gaande is in Hollywood. Met de beroemdheden, daar spreekt hij zich ook over uit. Hij spreekt ook over uit in de muziekindustrie. Hij heeft een heleboel dingen naar buiten gebracht. Maar ik denk net of hij een beetje van de ene kant naar de andere kant gaat. Soms zegt hij dingen dat heel belangrijk is, ook waarvan je denkt, nou dat zijn witte hoeden invloeden, want hij breekt dingen open, hij zegt bepaalde dingen. En dan zegt hij weer iets anders en dan voelt dat alsof dat weer die duistere agenda is. Dus ik denk dat hij zelf nog eigenlijk aan het voelen is waar hij echt staat. Van wat is waar voor hem en wat is niet waar. Ik denk dat hij aan de ene kant nog heel veel heen en weer gesleurd wordt door die duistere energieën ook in hem. Hij heeft volgens mij echt heel veel meegemaakt, ook geprogrammeerd. Hij probeert uit die programmering te stappen. En soms lukt hem dat beter dan andere keren. En hij voelt ook aan alsof hij het ook heel fijn vindt om mensen te provoceren. Dus hij zegt soms ook dingen gewoon om te kijken wat voor reactie die krijgt. Dus er zit gewoon best wel wat negatieve kanten aan. En zeker met die oude pijn. Hij draagt nog heel veel bij zich. Het is heel belangrijk voor hem dat hij goed voor zichzelf zorgt. Dat hij ook fysiek goed voor zich zorgt, maar ook mentaal goed voor zichzelf zorgt. Dus dat zal denk ik ook wel de nadruk hebben. Ik denk ook dat er een vrouw in zijn buurt is die hem daar in een bepaalde energie is om hem op te vangen. Om hem ook daarbij te helpen. Hij heeft daar zeker ook wel hulp voor nodig, volgens mij. Want hij voelt alsof hij nog in een soort draaikolk zit. En in sommige dagen gaat het beter dan andere dagen. Dat is mijn gevoel daarbij. Dus vandaar dat hij een beetje slingerend, zegt hij dingen. Hij heeft natuurlijk net dat interview gedaan met Alex Jones. En dan zegt hij ook dingen alleen maar om het dingen zeggen. Om te kijken wat voor reactie die krijgt. Maar goed, hij is dus nu ook met zijn innerlijk kind bezig, die verbinding. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En hij spreekt zich ook uit over kinderen, over wat er gebeurt in de muziekindustrie, wat ik al zei. Dus ik denk dat hij wel heel belangrijk zal zijn. Hij kan heel belangrijk zijn,
door zich uit te spreken. Maar het is heel belangrijk dat hij voor zichzelf duidelijk krijgt wat wel klopt en wat niet klopt. En dat voor ons als buitenstaander ook heel goed is om te voelen, resoneert dit wel of resoneert dit niet? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Dus dit wilde ik eigenlijk over Kanye of Ye West zeggen. En hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag!